is sowieso heel spannend en altijd natuurlijk grote toernooien. Je hebt hier natuurlijk naartoe geleefd, eigenlijk de hele, voor mij is dit het hoofdpunt van het seizoen. Dus het was natuurlijk enigszins een verrassing dat ik niet verplaatste, maar ook weer niet helemaal, want we in de ploeg zagen natuurlijk wel even aankomen. Alle feedback die je terugkrijgt uit je trainingen, hoe je voelt, hoe je thuissituatie zit, dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken hoe relaxed je staat. Dus, ik heb wel echt veel met het gevoel dat we het nu als gezin doen. In plaats van dat ik gewoon alleen toch soort bedrijf. Dus dat voelt voor mij veel beter. Ze zijn alleen jammer genoeg zijn ze hier niet. Maar ze zijn natuurlijk altijd bij. Natuurlijk bouw je altijd met je team naar prestatie op. Maar dat is toch anders dan dat je het met je vrouw en je dochter doet. En het geeft gewoon denk ik iets meer kracht of zo. Ja, misschien moeilijk uit te leggen. Het voelt gewoon dat je er niet meer alleen voor staat of zo, denk ik.